Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heel erg veel zin in vandaag. Want het is prachtig weer en ik ga iets heel erg leuks doen. Dus ik zal niet te veel lullen op het begin. Maar ik laat jullie gewoon lekker genieten van deze beelden. Maar er staan hier ook twee amfibieën, of moet ik zeggen amfibie, of kan ik zeggen amfibieën? Amfibieën is wel gewoon prima. Amfibieën is prima, oké. Okay. Nou, dit is dus een amfibie en dat houdt in dat het zeg maar gewoon een auto is die op straat kan rijden. Maar je kan hem ook gewoon in het water rijden en dan kan je gewoon verder varen. En hier heb je dan een jeep. Ja, ik kan er verder geen drol over vertellen, want ik heb geen balverstand van. Maar het ziet er gewoon fucking cool uit, laten we eerlijk zijn. En sowieso, deze tank is echt super gruwelijk. Deze kan ook varen. Deze kan ook varen? Deze kan ook varen. Serieus? Ja. Wat? Deze kan ook gewoon varen. Dit is dus een tank die ongeveer 40, 50 km per uur kan. Vind ik zelf echt knijters hard. En ik ga straks maar eens even bekijken hoe dit allemaal werkt van binnen. Want het ziet er nu nogal een beetje ingewikkeld uit met twee van deze hendels. Hier een klein hendeltje. Nou, daar lijkt me gewoon een gas en een rem. Maar echt super bijzonder. Oh, kijk, mooi nieuw petje. Mooi Amerikaans petje. En voor de rest, wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog een hele gruwelijke jeep. We hebben hier een hele vette. Die ziet er echt kick uit, blauw. Ziet er ook super nieuw uit nog. En we hebben hier nog een paar. En daar nog eentje die helemaal geript is, zeg maar. En deze is echt super vet, want dit is Brum. Wie kent Brum? En als je Brum niet kent, zal ik nu wel even laten zien aan jou wie Brum is. Brum gaat naar de grote stad. Brum! Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than I turn my head and hold it high, but it's making me shiver. He's not like you, don't want him to. He's more like the river. When we're alone, there's no you in the picture. Isn't how I wanted to. You see, I know this, but the last
place in real life, I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than een hond, hé. Oh, is Big Dog. Zo. Holy shit. Die is echt groot, jongen. What the fuck, hè? Oh, die wil ik even aaien. Hallo. Hey. Koekenman. Hallo. Wauw, kijk deze hond, hé. Zo lief. Oh. Woo! We zijn weer terug. Holy shit. Dat was echt fucking vet, Bob. Ja, leuk hè? Ja, dankjewel man. Nee, geen probleem. Ik vond het echt kicken. Ik vond het echt heel erg kicken. Holy shit. En het is echt super moeilijk om deze gewoon om deze te bereiden. Want sowieso, je hebt hier twee pokies en dan moet je ook mee sturen. Dus dit zijn gewoon de twee sturen. Als je deze naar je toe trekt, dan ga je naar links. Als je deze naar je toe trekt, ga je naar rechts. En als je tegelijk naar je toe trekt, dan ga je remmen. En dit is dus gewoon de poke waarmee je moet schakelen. En ja, dat staat hier allemaal uitgelegd. Ja, het is gewoon een beetje ingewikkeld. Ik snap dat je het niet 1, 2, 3 begrijpt misschien. Maar ja, hij is geen één keer afgeslagen. Dus ik moet zeggen, bij mij ging het supergoed. Nou, dat was met middagje en avondje al. Je zou het niet zeggen, het is namelijk nog licht buiten. Maar het is ondertussen alweer avond. Maar jeetje mina, wat heb ik het fantastisch gehad zeg. En dit allemaal, dat moet ik wel even gezegd hebben, vind ik in ieder geval, dankzij Bram Knol. En nee, we zijn geen familie van elkaar. Misschien kennen jullie Bram Knol nog. Die kwam eerder wel eens voor in de vlogs. Ja, vooral als we een gameweekend hadden. Want Bram die is een professional gamer geweest. En die kreeg gewoon betaald voor het gamen. En die was supergoed in League of Legends namelijk. Is hij nog steeds wel, maar niet meer op professioneel niveau, omdat hij ermee gestopt is. Maar Bram die heeft dus een vriend en die heet Bob. En Bob die heeft dus als hobby om een tank en jeeps zeg maar te sparen. En die sleutelt daar ook aan. Dus dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we bij elkaar kwamen. En dat heeft er weer voor gezorgd dat jullie lekker kunnen meegenieten van de epische beelden die ik vandaag heb gemaakt. Dus ik hoop dat jullie, net als ik, er enorm van hebben genoten. Het lijkt mij wel fijn om even wat lasagne naar binnen te gaan werken. Ook al is het 4 dagen over de datum. Maar goed, het ziet er nog prima uit. Dus gewoon lekker naar binnen werken die hap. Er vloog zojuist een vlieg tegen het raam en die is omgevallen en die ligt nu op zijn rug. Oh, nu niet meer. Nu vliegt hij weer. En die is weg. Ik kan vertellen dat het 9 uur is en ik gewoon op bed lig. Dat is volgens mij een recordtijd. Of niet, schatje? Dedy is hard aan het leren en ik ga heel erg hard bezig met serie kijken. Hey. En dan ga ik lekker vroeg naar bed en ben ik morgen weer fris en fruitig. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk checken jullie dus morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace!